Het is zover. Ik ben fulltime YouTuber, eigenlijk nog moeilijk te bevatten, moeilijk te geloven maar wel heel erg leuk om mee te maken. En in deze video wil ik dat ik even kort ga toelichten van waarom heb ik deze beslissing genomen, hoe heb ik me hierop voorbereid, ook vooral heel erg belangrijk, en wat ben ik van plan in de toekomst. Dus laten we snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Passiefinkomen.nl, de laatste video die ik opneem terwijl ik nog in loondienst ben. Ik ben dit kanaal iets meer dan drie jaar geleden begonnen. Anderhalf jaar geleden was het eerste moment dat ik ook echt geld ermee ging verdienen. En vooral vorig jaar is het kanaal heel erg hard gegroeid van ik geloof zo rond de 6000 abonnees in januari 2020 naar uiteindelijk 26.000 abonnees in december 2020. En waarom heb ik dan deze stap nu genomen? Nou, dat heeft ermee te maken, ongeveer vijf maanden geleden ben ik al begonnen met parttime werken. Ik had toen net mijn nieuwe huis gekocht. Um, en ik dacht, van laat ik me nu ook vooral wat meer tijd gaan focussen op het YouTube-kanaal. Toen heb ik dus besloten om part-time te gaan werken. Nou, inmiddels zijn we vijf maanden verder, zou ik een nieuw contract krijgen, een vast contract krijgen. Maar de onderhandelingen daar gingen niet helemaal zoals ik had gewild. En dat heeft mede voor bepaald dat ik eigenlijk nu ook de beslissing heb genomen om dan maar helemaal te stoppen in loondienst. En dan volledig te gaan focussen. En eigenlijk dus gewoon fulltime YouTuber te worden. En ik heb natuurlijk het geluk dat ik in deze positie ben. Dat ik ook deze ja, keuze kan maken. Dat ik deze stap kan nemen. Uh, ik ben in de financiële positie om het te doen. Aan de andere kant, ik heb ook nog iets daarnaast. Mijn YouTube-kanaal. En natuurlijk, als ik deze stap neem, kan ik me daar volledig op focussen. En hoop ik daar ook uiteindelijk meer plezier, meer rendement uit te halen op de langere termijn. Want de afgelopen maanden kwam nog maar een klein gedeelte van mijn inkomen. kwam uit. De vorm van loondienst. De reden dat ik daar wel mee door wilde gaan is juist eigenlijk uh, het sociale aspect. Het leek me gewoon heel erg leuk om weer onder collega's te zijn. Want wat ik nu ga hebben, natuurlijk, is dat ik de hele week thuis ben. Dat de wereld een beetje kleiner wordt, dat je ja, dat soort dingen gewoon mist. Uh, maar aan de andere kant, dat is ook een van de redenen dat ik toch die beslissing heb genomen. Als we kijken naar corona in 2021 en wanneer ik waarschijnlijk aan de beur ben om gevaccineerd te worden en weer terug naar het normale kan, zijn we ook zo weer misschien een half jaar tot een jaar verder. Dus ook als ik gewoon in loondienst zou blijven zitten, had ik toch bijna 80, 90 procent van de tijd van uh, ja, gewoon thuis gezeten. Dus dat heeft. Ja, dat voordeel wat ik eigenlijk had, wat ik had willen hebben, dat sociale aspect, zat er denk ik toch niet meer zo in. Dus al met al wat kleine dingen die eigenlijk samenkomen en waar ik nu eigenlijk verplicht werd, of tenminste weer dat ik aan het denken werd gezet, om eens goed na te denken wat ik wilde voor de komende tijd. En daardoor ben ik door deze beslissing genomen. Dan nou, laat ik vooral even gaan kijken naar de voorbereiding. Want natuurlijk was het een beetje op korte termijn. Ik heb dit pas een week, anderhalve week geleden besloten. En vandaag, op het moment dat deze video uitkomt, liep mijn contract af. Dus het was al een best wel korte periode waar ik niet per se hierop voor kon bereiden. Zeker niet op financieel gebied. Maar gelukkig had ik hier ook wel weer een goede uitgangspositie. Juist omdat ik afgelopen jaar mijn huis ook al heb verkocht. Uh, ik heb een, ja, de overwaarde eigenlijk geïnvesteerd in het nieuwe huis, waardoor de hypotheek lager is. Maar ik had ook nog een paar jaar afbetaald op de oude hypotheek. En dat bedrag heb ik op mijn spaarrekening laten staan. Dat was 25.000 euro, die ik juist wel goed kon gebruiken. Juist omdat ik ook part-time ben gaan werken. Dat ik juist een wat grotere buffer wilde. Voor mocht het ooit tegenzitten. Want natuurlijk, nu ben ik volledig YouTuber. En ben je eigenlijk best wel afhankelijk van YouTube, affiliate marketing. Of onze eigen training. Het is zeker niet zo'n vast bedrag. een zekerheid zoals je bij loondienst zou hebben. Nou, dat bedrag ga ik dus de komende tijd. Of de komende paar weken eigenlijk iets uitbreiden. Ik heb het geluk dat ik de laatste tijd niet zo heel veel nieuw geld uh, heb gebruikt voor beleggingen, investeringen. Dus ik heb nog wat op mijn zakelijke rekening staan. En dat wil ik gaan gebruiken om dus eigenlijk mijn financiële buffer uit te breiden naar 36.000 euro. Dat ik gewoon voor twee jaar uh, alle maandelijkse kosten zou kunnen betalen. Dat mocht alles vanaf morgen al mijn inkomen verder wegvallen. Ik nog twee jaar lang de tijd heb om alles rustig te betalen toch door te gaan, of misschien na een jaar de tijd wel, dat ik denk van, oké, okay, er zit niets meer in, er komt niets meer aan, laat ik nu nog maar even op zoek gaan naar nieuw werk bijvoorbeeld, maar dan heb ik dan alle tijd daarvoor, om rustig over na te denken en de juiste keuzes ook te nemen. En dat wil ik je dan ook even meegeven van, mocht je ook ooit voor deze keuze staan of deze keuze willen maken, zorg dat je er goed op voorbereid bent. Nou, de tijd zat me nu niet mee, maar gelukkig had ik al wel de financiële buffer, best goed in orde en dat maakt het ook gewoon mogelijk om deze keuze zelf te maken want had ik deze financiële buffer niet gehad dan had ik dit waarschijnlijk ook niet gekozen juist omdat ik ja wel gewoon een beetje zekerheid wil um, je bent wel ondernemer en je wilt wel een beetje de risico's opzoeken aan de andere kant je wilt ook gewoon zorgen dat mocht het misgaan je ergens op terug kunt vallen dus zorg goed Eigenlijk gewoon zoals elke financiële situatie, zorg dat je gewoon een spaarpotje hebt, een buffer hebt, dat je juist daarop kunt teren en dat je op basis daarvan ook andere beslissingen kunt nemen. En dan even de plannen voor de komende tijd, want maand of vijf geleden ben ik dus parttime gaan werken. En omdat ik toen dus meer tijd had voor mijn YouTube kanaal, is er een derde video bijgekomen in de week. Nou, ik ben niet van plan om op dit moment, omdat ik weer meer tijd heb... Nog een keer een extra video te maken. Als alle misschien wel iets vaker content komen. Maar dat is ja, niet dat ik mezelf een verplichting wil doen op vaste momenten. Maar juist wanneer daar het nieuws naar is. Wanneer ik de tijd daarvoor heb. Kan ik jullie voorzien van een nieuwe video. Een extra video in de week. Maar waar ik deze extra tijd vooral aan wil gaan besteden. Is ten eerste de community. De reacties onder de video's, maar ook zeker op ook het Discord-kanaal. En ik ben nog aan het kijken naar andere mogelijkheden om, in ieder geval, ja, de community beter op te bouwen. Dat we daar meer informatie krijgen, dat het daar gewoon beter wordt, leuker wordt. Ik denk dat ik daar ook echt wat meer tijd in moet gaan steken. En daar heb ik nu ook zeker de kans voor. Hetzelfde geldt voor de beleggers-training die ik samen met Tim heb gemaakt. Trouwens, een link daarvan vind je onder deze video. We hebben die ja, bijna drie kwart jaar geleden zijn we daaraan begonnen. Uh, heel veel mensen hebben inmiddels, zijn al lid van deze training, hebben hem al doorlopen. Maar we denken ook zeker dat we nog deze nog kunnen verbeteren, kunnen uitbreiden. En ook in die community wat meer activiteit inbrengen. Dus ook daarvoor hebben we nu, heb ik in ieder geval nu de tijd om dat te gaan doen. Dus dat zat zeker op de korte termijn op de planning. En nog veel meer andere plannen die ik eigenlijk al langere tijd heb. Maar waar ik gewoon eigenlijk nooit aan toe kwam. Dus laten we hopen. Time management is heel erg belangrijk dat we dat nu wel voor, de, voor elkaar gaan krijgen. Dus ik hoop dat je in ieder geval de komende tijd continu verbeteringen ziet. En mocht je dit trouwens dus in de gaten willen houden, wil je al die video's zien? Abonneer je dan op het kanaal. Ik maak elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus klik even onder deze video om je te abonneren op het kanaal en eventueel op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. Om nooit meer een video te missen. En vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef dan ook even een duimpje omhoog, want dat helpt het kanaal ook zeker. Want deze video wordt dan aan meer mensen aangeraden. En over YouTube gesproken, dat gaat dus gewoon door zoals het nu ook is: met die drie video's in de week. Ik heb op mijn Instagram-kanaal trouwens jullie gevraagd om feedback. Ik heb heel veel reacties gekregen. Ik heb een paar mensen kunnen beantwoorden, maar niet iedereen, want het waren best wel veel reacties. Maar in ieder geval, allemaal bedankt voor de inzendingen, voor de tips, voor de feedback. Heel veel dingen die ik zelf ook al dacht. Maar dan is het wel fijn dat jullie dat bevestigen. Dat zijn dingen waar ik de komende tijd aan ga werken. Om bijvoorbeeld de kwaliteit te verbeteren, de video's iets korter te maken, iets compacter te maken. Uh, juist ook meer analyses, meer diepgang ooit. Ja, heel veel ideeën heb ik. Heel veel ja, vanuit jullie. Dus ook heel erg bedankt daarvoor. Dus ook dat ga je zeker de komende tijd op het YouTube kanaal terugzien. En misschien heb jij ook wel tijdens het kijken van deze video nog extra tips, extra feedback. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Zoals gezegd, vind je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog en wil je meer video's zien? Abonneer dan op het kanaal. Dan gaan we aanstaande woensdag. komt er weer een nieuwe video met interessante aandelen voor de maand februari 2021. Dus uh, nog een paar dagen wachten, zou ik zeggen. En dan hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.